de hele dag dansen met zonnepanelen. En hebben ze ook een stopcontact om hun speakers en telefoons ook op te laden, zodat ze kunnen altijd dansen. Met een USB opladen. Dus dit is het idee eigenlijk om jongeren en dansers bij elkaar te brengen op een dansvloer in Leidse Rijn. Maar we willen het wel groter maken, heel Nederland. En ja, ik geef het woord aan Barbara. Over. Hier beneden is er een terrein, dat heet Teenspot. Dat is een succes omdat het gemaakt is samen met jongeren. Jongeren in het ontwerpproces, jongeren bij het organiseren van een open space. Daar heb ik ook Radio Moed, Fimozie. Die zei van, ik wil ook een openbare dansvloer op zo'n terrein. Dat is te gek, want voor iedereen is er aandacht. Hartstikke mooi voor voetballers, freestyle jump. Free running, dank je. Basketbal, waarom niet dansers nog? Dus bij deze, ganse vrijdoor voor dansen in het openbaar. Als iemand op je afkomst dansen, dan denk je dat hij gek is. Maar als iemand op je afkomst voetballen, dan denk je, wat een top gast. Dan gaan we even omdraaien. Dus in het openbaar, gewoon ook wel moeten gedanst gaan worden. En wij gaan dus een openbare dansvloer daarvoor regelen. Nog een hele weg te gaan. Want we kunnen niks doen zonder draagvlak. Zo is het Teenspot met draagvlak dus ook met mensen in de buurt is tot stand gekomen. En is het ook eigenaar geworden van de buurt. Wat wij heel graag willen is dat jullie zo meteen met z'n allen daarachter in een lekkere koele ruimte met airconditioning handtekeningen neerzetten voor de openbare handtekeningen! Yes! Precies! Dankjewel! We hebben al meer dan 100. Ja, ongeveer meer. Maar nog niet helemaal van Leidse Rijn. Meer dan 100? Ja, sowieso. Maar dat moeten er minstens 100.000. 100.000, dames en heren! En wij kunnen dat! En even heel belangrijk, jullie krijgen een prijs. Want Leidse Rijn wordt hopelijk de eerste plek voor de openbare dansvloer. Yes. Wereldpremier, niks zoals dit. Yes. En zoals jullie net zagen, dat er heel veel dansers daar stonden te jammen, te dansen, te battelen. Voor de Culture of Hyper Hope, Hyper Dojo. Dus dat zijn de mensen die we ook daar naartoe willen aantrekken. En dat jullie ook daarbij een deel zijn. En dat iedereen gewoon eigenlijk voelt vrij om te gaan dansen. Met een professionele danser of een amateur. Oud tot jong. Waarom is het zo belangrijk te dansen? Dansen is leven, dansen verbindt. Dus dat moet je gewoon mee hebben. En graag willen we jullie handtekeningen zodat we dit project groter kunnen maken. En alsjeblieft, als je tijd hebt, heel even daarachter handtekeningen zetten. Handtekeningen, venster. Yes. Dank jullie wel voor jullie aandacht. Emotie en Owen! Het belang van dansen. En ik neem jullie mee, mensen. Kom alsjeblieft, volg mij, want we gaan weer terug naar de Urban.